Dit is Elf Vandaag, ik ben Olaf Simons. Romein, no de brand. De asbest is op de meeste plaatsen opgerukt en de winkels kunnen weer open. Maar de vrijdag was het nog lang niet business as usual. Op veel plaatsen was het voor veel ondernemers nog even winnen. Want leveranciers die kosten de stad nog niet goed in. Toegangswegen die naar de winkels leiden waren lang niet allemaal vrij. En hier achter mij staat een vrachtauto op het Zwartbroekplein uit te laaien. En hij kreeg zelfs een bekeuring van de aanwezige medewerkers van de gemeente. Het is dus nog lang niet op orde in Remmen. Ondanks dat de stad met een groot charme-offensief bezig is. Zaterdag willen ze de bezoekers weer terug hebben naar de binnenstad. Maar de saai is natuurlijk al enorm groot. Eindelijk, vanaf 11 uur hè, zijn we open. Ja. Gelukkig, eindelijk. Alleen ja, voor ons is het fijn. Maar het publiek weet het natuurlijk misschien nog niet helemaal. Je ziet het is nog rustig in de stad. Maar dat heeft mee te maken dat nog heel veel toegangswegen gesloten waren tot voor een half uur geleden. En we zijn nu toch, even kijken, het is 4:15. Ja. Dus je kan het een beetje een verloren dag noemen. Het was natuurlijk ook heel erg slecht weer, de eerste vrijdag dat de winkels weer open gingen hier in Remmen. En de bezoekers bleven dus ook weg. Het bleef heel rustig in de stad. Veel ondernemers zogen het als een verloren dag. Pas laat in de middag kwamen er weer enigszins bewegingen. Je zou Sabine al vergeten, want het gaat natuurlijk vooral over de winkeliers vandaag. Maar Remmen heeft natuurlijk ook heel veel inwoners, bewoners van de binnenstad, die haar eigen huis niet meer kosten bereiken met de auto. Alleen nog maar te voet of met een fiets. Zelfs boodschappen doen was voor veel mensen een hele opgave. De winkel weer op naar de winkel dan hè? Ja, na een paar dagen wel. De vuurrot is op. Verder tijd hè? Ja. En nu weer even naar de boodschappen te voet? Naar de Jumbo, te voet. Want ik ken hem met de auto niet goed, hangen linten, verboden toegang, asbest. De maatregelen waren noodzakelijk. Maar toch is het de algemene tendens dat de mensen de maatregelen vooral overdreven vinden. Gelukkig woon ik hier niet, maar ik heb hier een pand. En ja, daar zal ik af en toe toch een keer binnen moeten. Ik kan er met een auto niet komen en dat is een groot probleem. En daarbij, ja... De acties wat ondernomen werden, daar kan ik alleen maar vraagtekens bij stellen. Want voor mij is het met een bulldozer over een mug. Hier was ze hier een mond mee bezig zijn. Hoor. Ja, een beetje overdreven. Ja, nou dat zou een uitspraak ook van mij kunnen zijn. Waar het niet dat ik ook wel weer kan begrijpen dat er protocollen zijn waar gehouden moeten worden. Zodat in de toekomst... niet gezegd kan worden, hey, luister eens, dit is helemaal verkeerd gegaan, je had zo en zo moeten handelen. Maar het geeft wel aan dat de protocollen die er zijn, of het protocol die nu hier gebruikt is, dat die ja, misschien toch net iets te overdreven is. Maar ja, wie ben ik om te zeggen hoe je dat aan moet passen? Dat weet ik dus niet. De gemeente probeert intussen te redden wat er te redden valt. Op het stadhuis is al de hele dag overleg tussen de verschillende vertegenwoordigers van de ondernemers. Ze gaan kijken wat ze kunnen doen om Remmen in ieder geval weer positief op de kaart te zetten. Een grote advertentie in de krant op zaterdag moet daaraan bijdragen. Een grote advertentie, ja, in de krant, die heeft het natuurlijk het helste nodig op dit moment. De gemeente blonk sowieso niet uit in de communicatie. Veel inwoners van de stad voelden zich verstoken van informatie. De informatievoorziening naar L1 kwam pas heel laat op gang. En dat leidde zelfs nog tot een groot meningsverschil tussen L1 en de gemeente. In de nacht van de brand werden opgeschold naar grip 3. En dat betekent dat er sprake is van een ramp met een grote omvang. Het crisisteam belde het piketnummer van L1. Maar die medewerker hoeft te kennen dat L1 niet in staat was op dat moment in te schakelen als calamiteitenzender. En dat terwijl L1 €100.000 subsidie kreeg om juist in dit soort situaties als calamiteitenzender te functioneren. L1 schoot de volgende dag in de verdediging en zei dat ze gar niet gebeld waren. Dat werd dus nu ontkend door de veiligheidsregio. Gelukkig maar dat je op dit kanaal de boodschap wel hebt gehoord waar het uiteindelijk om ging. Woont je in de buurt van de vuurstad, had je dan ramen en deuren gesloten. De brandweer adviseert buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Gelukkig leek de ruzie tussen L1 en de gemeente weer snel bijgelag, nadat de gemeente besliste dat L1 als enigste het niets bekend mocht maken dat de stad weer op vrijdag open zou gaan. De LVR reageerde prompt en ze waren kwaad dat ze vlak voor de raadsvergadering nog van niks wisten.
Ja, dat dichtbij wil het dan al. Dus die praten wel met de pers, maar neem maar los. Nou, veel lezen net op de media van Alleen en dichtbij Roermond dat blijkbaar morgen om 11 uur de winkels weer opgaan en dat zelfs de singelring weer opgeeft. Veel moeten dat op de media vernemen, terwijl veel vanavond de raadsvergadering hebben en de raad is nog niet geïnformeerd. Nou, dat is natuurlijk zeer discutabel. En zo liepen de emoties steeds weg hoog uit. Het begon allemaal op dinsdagavond met de brand. Dat gaat vanaf dinsdagavond al bij ons op de zender kost volgen. Een breaking news uitzending die waarschijnlijk op heel veel huiskamers in Roermond te zien is geweest. We kijken naar een extra uitzending van TV11. In de veelstad Sint-Jacob is een enorme brand uitgebroken in een loods met schepen. De loods die huurt bij jachthaven het Steel staat volledig in lichterlaaien. Toen de brandweer arriveerde kwamen de vlammen al door het dak. Van voor tot achter staat die loods in brand en dat zorgt voor enorm veel vuur. De brand is vanuit heel Roermond ongeveer te zien. Enorme rookwolken stijgen erop. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar grip 2. Verheinig vanavond op de hoogte van wat er nog verder gaat gebeuren. Woont je in de buurt van de Veurstad, hij dan ramen en deuren gesloten. De brandweer adviseert buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Marco Beren, het is 10:50 s'nachts. De brand is nog steeds niet gedoofd. De brand was nog volop bezig. Wat is de huidige stand van zaken? Nou, de huidige stand van zaken is dat er ook asbest is aangetroffen op de Geurjanslaan. Dat is de achterzijde van de brandweerkazerne. En alleen bij de Geurjanslaan en het gebied rondom de Molenweg, daar bleef het niet bij. In het hele centrum van Roermond werden asbestdeeltjes gevonden. En dat had grote gevolgen. Dit is Roermond woonzich ochtend. De burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd voor zo'n beetje de hele binnenstad. Nemers mogen de binnenstad meer in. Auto's die geparkeerd stingen in de binnenstad en de stad verlaten, werden eerst afgespeurd. Dat gebeurde op de veer Oetvalswegen van Roermond. Ondernemers in de binnenstad kregen van de gemeente het verzoek om de winkel gesloten te houden. Woensdagochtend had hij nog niet iedereen dat advies opgevolgd. Het is een verschrikkelijke ramdag voor Roermond. Dus het is stil in de stad. Nemers mogen binnen of buiten. Maar in Amber Alert kregen de mensen het bericht. Binnenstad gesloten. En
outlet gewoon bereikbaar. Dat is het grootste vandaan, toch of niet? Ja. En als ik goed heb gekeken, is het lintje toch niet om gezaak hergezet? Het lintje hebben ze op Münsterplein neergeplaatst. En ja, vanaf Münsterplein mogen nemen ze de stad in. Dus het is eigenlijk maar de halve stad wat dik is. Dus het is weer een strop. We proberen toch gewoon op te blijven zoals ze zo is. Wat communiceert de gemeente? Heb je al iets gehoord van wat gaan we doen van de gemeente? Nee, niks gehoord. Het enige wat we moeten vernemen is via Facebook de meldingen wat mensen erop zitten. En voor de verder is hoort ze niks of zo is ze niks. Eén ding is iedereen het erover eens. Het is vandaag een hele rare dag. Ja, dat kunnen we wel zeggen. De klanten zullen vandaag niet komen. Ja, ik hoor de deur dicht. Natuurlijk, veiligheidsredenen, maar ik kan wel mijn werk repareren wat ik binnen heb. De meeste kruimkes zijn dicht, maar hier heb je weer open. Ja, we hebben een contract. Ook het NS-station is op een woonzicht in Remun nog nooit zo rustig geweest. Treinen rijden er wel, maar geen enkele trein stopt op de station. En ook het busstation zonder een enkele bus. Mensen die op het station rondlopen zijn niet op de hoogte. Oh yes, I've been waiting for the bus since morning because I had to go to school in Venlo. So I have to then go to the hospital to wait for the bus that goes to Venlo. But you didn't know that? No, I knew nothing about that. I slept peacefully till this morning. Yeah. When I was coming, I was like, what's happening? Why is everywhere so quiet? And yeah, but when I got there and I saw a notice on the board for the train, but I saw the bus notices still running, I was like, okay, maybe the bus is working and that's why I'm here. Een enkeling lukt het om door de afzetting te komen, maar duidelijk met moeite. Je kunt nergens door. Je moet echt goed je best doen om hier te kunnen komen met de taxi. Ik wou zeggen, dat is nog knap dat het je gelukt is. Ja, klopt, maar ja. Waar een wil is, is een weg, hè. Het is vanmorgen was het alsof hier op een zondagochtend stond, zeg maar. Helemaal niks. Geen vlieg te bekennen. Beelden van de binnenstad van Remun. Mensen laten zich hier niet zien en het lijkt erop dat de meeste mensen het advies hebben opgevolgd om zich voorlopig niet in dit gebied op straat te begeven. Voetgangers waren echter niet tegengehaaien. Op de parkeerplaats bij hockeyclub Concordia is de uitvalsbasis ingericht. Hier meldt de internationale pers zich met vragen. Ook de Ooster- en Zuiderburen zijn verbaasd over de omvang van de gevolgen die deze brand heeft gehad in de Bishopstad. Dag 2 van de opruimwerkzaamheden in Remun. Deze donderdagochtend bleek het nog moeilijker voor mensen om überhaupt de stad in te komen. De men met de witte pakken zijn hel aan het werk. Donderdagochtend concentreerden die werkzaamheden zich vooral op het statieplein en de singels. De nieuwe singel moet zo snel mogelijk weer op voor het autoverkeer en ook het NS-station en de busstation kregen de prioriteit. Nou, zoals je ziet achter me, stationsplein en de Willem II-singel is men volop bezig met het saneren, het opruimen van de asbest. Wat de brandweertaken betreft, de brandweer is op dit moment alleen nog maar bezig met de ontsmettingspunten die zijn ingericht. Waar dus de auto's wat uit het besmette gebied komen, die worden daar gereinigd. En voor de rest is men volop bezig met de asbestsanering. Auto's komen de stad sowieso niet meer in. Als ze eenmaal door het ontsmettingspunt bus gereden, is er geen weg meer terug. Bewoners moeten noodgedwongen de auto ergens anders parkeren. Vrijdagochtend in Remun. De winkels gaan weer op. Ondertussen wordt er op andere plaatsen in de stad nog heel veel opgeruimd. De parkeergarages blijven toe en bezoekers waren verzocht om te parkeren bij het outletcenter. En ook is er een nieuw gebied bijgekomen waar asbest werd gezocht. Het gebied tussen de Notenboomlaan en de Maria Theresia-laan werd afgezet. Ook hier gaan de inmiddels bekende men in witte pakken op zoek naar asbest. Ook op vrijdag is er dus nog op veel plaatsen overlast. En blijven complete delen van de stad afgesloten. Niet dat de voetgangers en fietsers zich hier veel van aantrekken. Het ziekenhuis ligt net buiten de gevarenzone. Patiënten en bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon bereiken. Dat was de afgelopen dagen natuurlijk ook al zo. Maar nu komen de men met de witte pakken toch aardig in de buurt. In het ziekenhuis is echter geen asbest, zo verzekerde een woordvoerder. Bezoekers werden voor de zekerheid wel gecontroleerd. De ondernemers in Remun zitten alles op alles om de schijn nog een beetje groot te maken. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Meneer Grosnitz van deze winkel, daar geeft dat duidelijk aan. Het is zo dat de afgelopen dagen, ik heb al gehoord van een klant, dat het in Weert heel erg druk is geweest afgelopen woensdag. Ik kan me voorstellen, en mensen geven maar één keer hun geld natuurlijk uit hè, in deze tijd. Dus inhalen, dat lukt niet meer. Nee.
En dus wil het een verhaal voor de verzekering. Als ze een bedrijfsschadeverzekering hebt afgesloten, dan gaat de verzekering bekijken of ze de schade vergoed kreeg. Wie grote economische schade uiteindelijk zal zijn, is nog niet bekend. En dat is ook moeilijk te berekenen. En dan is het ook nog maar de vraag of ondernemers überhaupt verzekerd zijn tegen dit soort schade. Als klantje van ons een bedrijfsschadeverzekering hebben, dan hebben ze daar dekking voor op hun polis. En om te kijken dat we de schade met z'n allen zo klein mogelijk kunnen haaien. Zeker in de meest drukke maand, normaal gesproken, december. Nu is het natuurlijk moeilijk om te bepalen wie groot dat die schade is. Hè? Want ja, wie bepaalt ze dat op het moment dat er geen klanten kunnen komen bieden in de winkel? Nou goed, er is natuurlijk historie van andere jaren. Daar kunnen ze naar terugkijken wat er in die periode eigenlijk gebeurt. Mm. Of wat de omzet was, of noem maar op. Maar goed, er zijn er ook bij die hebben dat nog niet, die hebben die historie nog niet. Maar die hebben wel heel veel reserveringen staan, bijvoorbeeld in de horeca. Wat niet door kan gaan, die afgezakt zijn. Ja, en dan hangt het af en kunnen ze ook gaan kijken wat de inkomstenderving is. Maar normaal gesproken ga je ze eigenlijk kijken naar wat is eigenlijk de omzet van zo'n bedrijf. En ja, door een factor op en dan komen ze uiteindelijk tot een oplossing. Het laatste woord over de brand in Remun is nog lang niet gezag. De uitzendingen van 11 vandaag die vervallen in verband met de kerstvakantie. Maar als er aanleiding voor is, dan zit je dat natuurlijk als eerste hier op TV 11. We gaan door met het wijk over zich, want je zou het bijna vergeten, er was nog meer nieuws deze week.